Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria Expert Mode. Ik ben er weer, ZeldaPlay20, terug met een nieuwe aflevering. Vorige aflevering zijn we een beetje abrupt gestopt in verband met dat de aflevering iets te lang werd. Dus ja, werd het een tweeparter en in deze aflevering gaan we gewoon weer vrolijk verder. Alles bij elkaar, Life Crystal, een kistje, Slime statue? Leuk! Wat zit erin? Cloudenable, health potions, archery potions, altijd handig. En slime? Nee. Big Ron statue? Big Ron? Daar heb ik nog nooit van gehoord. In ieder geval, ik ga nu stoppen met knippen. Ik wil jullie toch een beetje de ervaring van de jungle meegeven. Dus wij gaan gewoon deze aflevering vullen door op zoek te gaan naar de schrijvers. Ik denk namelijk dat ik wel al genoeg zit met stingers en de jungle spores. Volgens mij vines hebben we nog geen één gevonden, maar lekker belangrijk. Die hebben we ook niet nodig. En ik vind het wel leuk hoe ik eigenlijk op bijen aan het schieten ben tegen bijen. Of met bijen. Ik ben op bijen aan het schieten met bijen. Waarom? Omdat het kan. En oh ja, er ligt hier inderdaad een en ander qua zilt. Maar geloof me, de jungle is echt niet de plek waar je dat wil hebben. Ik bedoel, serieus. Het is hier gevaarlijk. Ik doe nog wel eventjes een buff potion erbij. En oh ja, nou gebruik ik voor ongeluk die archery potion. Daar ben ik minder enthousiast over. Oeps. Dat is een nadeel als je de B voor buff gebruikt. En begin dan mijn batterij van mijn muis alweer op te geven. Serieus, wees het voor een aflevering. Is deze batterij dan weer die batterij? Dan word je gewoon niet vrolijk van batterij. Batterij! Of moet ik zeggen, omdat deze aflevering vol met bijen zit, een batterij bij! Oké, die was heel slecht, sorry. Goed, nou, mogen wij op zijn minst een shrine vinden? Ik bedoel, we vinden genoeg life crystals, dat is zeker, dus... Oh boy, mijn bijen tegen jullie bijen. Daar zit een shrine. Hoezo reageer ik daar nou niet op? Stout ik. Oh boy, nee. Ik heb bijen. Oké. Hopelijk zit daar één van de twee items. Volgens mij hebben we nog even maar twee nodig in kistjes. En eentje daarvan is de Anglet of the Winds. De Anglet of the Winds of de Anglet. Anglet met een G. De Anglet. Dat beest. En we hebben de shotgun nodig. Dat zijn twee, of ja, hier heet dat volgens mij de boomstick. Maar dat zijn de twee dingen waar ik echt voor wil gaan. Dus... Ik bedoel, daarna kunnen we namelijk naar de dungeon en het is geen van beide. Nou ja, we hebben wel de honey dispenser, zodat we dingen kunnen maken van honey blocks, maar... waarom neem ik de kistje niet mee? De kistje moet ook mee. Maar helaas niet, dus één van de twee dingen die we nodig hebben. Ja, ik ga het toch een beetje zo opvullen met jullie. En weer zo'n marble bij me. Oh boy. Nee. Dus mij kan dat... Auw. Er volgen ondertussen al geen pijlen bijna meer. We hebben een marble kistje hier. Maar ja, het probleem is dat zijn marble kistjes. Ja, ze zien er wel mooi uit. Weer een cloud in de bottle. Aww. Hoppakee. Deposit all. Hoppakee. We hebben trouwens een platinum coin al te pakken. Daar ben ik wel trots op. Stop deze nog ook maar even. Ja, loot al. Dat zei ik al. Stop deze er even bij. Zo, hartstikke leuk. En hopelijk weer snel ergens direct de jungle in. Ik weet het. Ja, weet je wat, voor deze aflevering kan ik gewoon een overtime gaan. Hoi. Nee, niet mee. Best wel creepy eigenlijk dat ik overal van die beesten in kunnen zitten. Oké. En natuurlijk een nadeel dat ik niet weet welke nou voor mij zijn en welke nou niet voor mij zijn. Oké, nou dan kunnen we allemaal weer looten. Kistje weer meenemen. En hopelijk dat we hier zo snel mogelijk ergens een shrine vinden. Boven zit een spoor, dat is ook altijd leuk. We hebben hier een grote... Hier zit ook weer een spoor. We hebben genoeg te exploren hier, dat zeker. En jongens, ik ken het nou echt niet te benaderen. Dit is de eerste keer dat ik het doe, maar dit is echt een pro-tip. Als je dit in expert speelt, equip de bezoar in de jungle. Damn. Dit bespaart zoveel damage met die, dat je niet gepoisoned kan worden. En ik weet dat je de bezoars only... Ik weet dat je de bezoars only... Zeg ik het weer, hè? Alleen kan vinden in de jungle. Dit is wel een hele grote open ruimte trouwens. Maar nogmaals, ondanks dat je ze alleen maar kan vinden in de jungle, is het eigenlijk helemaal geen probleem dat je ze alleen maar kan vinden in de jungle. Ik bedoel, je vindt er genoeg. En mijn inventory zit alweer vol. Wauw. Die dingen heb ik niet nodig.
Quicksack! Altijd handig. Behalve als er bijen zitten die op je zitten schieten. Foei, stout bij. Weer een life crystal zelfs. Life crystal. Wat hebben we hier? Running boots. Het is allemaal weer extra gold, geloof me. Gold is altijd handig. Gold kunnen we altijd gebruiken, dus... Mij hoor je daar zeker niet over klagen. Dit er eventjes. Even, want dan kunnen we team meenemen. Maar vergeet niet, we hebben shrines te vinden. Doe nog maar heel even snel een quick stack. Oké, vooruit dan. We gaan alweer heel eventjes in een knipmontage. Ik wil niet in de lava vallen. Zit ik gewoon al in de diepte van de lava? Wauw. Oh, Flareon, waarom doe je dat nou alweer? Ik was met voorbereidingen bezig. Kom op. Got it. Oké, we zitten goed weer. Oké, hopelijk gaat deze niet weg. Waarom wil ik deze eigenlijk dolgraag weer neermaaien? Heel erg simpel. Ik weet niet wat ik allemaal draag, maar het maakt niet uit. Heel erg simpel. Beanades. Daarom baalde ik er zo van dat deze weg was gegaan. Oké, kan ik heel eventjes dit plateau hier weghalen? Dank je. Oh, dit is niet de ideaalste setup, maar dat maakt niet uit. En... Oh, heb ik nou een ding opgepakt? Shnikes. Waar is hij? Hier is hij. Go. Muis, doe gewoon meewerken. Jezus, wat is er toch met mijn equipment vandaag? Een batterijen. Verschrikkelijk. Oh boy. Mijn batterij gewoon bijna leeg, jongens. Dat zou wel heel vervelend zijn, want dan kan ik het niet pauzeren. Nou ja, ik heb nog, pijlen. Ik wou zeggen bijen, maar ik heb nog bijen genoeg. Ja, pijlen, bijen. Pijlen. Ik weet niet hoe ik het anders ooit moet gaan schelden. Oké, nou, hij is al half dood. Waag het is om weg te rennen dit keer. Dat hartje daar, dat laten we mooi liggen. Oh, dat ding dat kan snel schieten nou, jongens. Oh. Flareon. Wil je alsjeblieft uitkijken met je gloeiende... Oh boy, dit gaat snel, dit gaat snel. Pas erop. Ik weet echt niet wat er allemaal mis is met mijn setup nu, maar... Oh boy, voorzichtig. Misschien is het een keertje de tijd om... gedraden apparatuur te gaan halen. Want de draadloze ziet er inderdaad wel handig uit. Maar op het moment is het gewoon zwaar irritant. Oké, hij heeft nog maar iets van 800 health. Gewoon blijven schieten. Oké. Extra life regen pakken als we daar de kans voor krijgen. Kom op, we willen een tweede. Ik zie hem zo weg. Holy sh. Het is echt gewoon een tweede Eye of Cthulhu hoor. Kom op. Bijna. 19 health. Hebbes. Mooie vleugel trouwens die je daar hebt. Schuifuit. Clear. Waar is de zak? Oké, daar is het zakje. Goed. Nou, ik ga weer even nog verder zoeken naar shrines. Nou, gelukkig hebben we weer een shrine gevonden. Dat is alleen maar gunstig. En we hebben de anklet. Mooi. Het is een anklet, niet anklet. Anklet. Who cares? Die dirty hebben we niet nodig. Loot all. Eventjes onze piggybank weer gebruiken. Quickstack werkt altijd nog. Loot all. Kunnen we het kistje ook weer gelijk meenemen. Oké, dan hebben we alleen nog maar de boomstick te vinden. Mooi. Oké, eventjes terug naar huis toe gaan om eventjes de inventory te kleren. Ondertussen was het weer tijd voor de fish quest. En dit keer krijgen wij zilver en sona potions. Yay. Het was een hele makkelijke vis. Het was de Eye of Cthulhu vis. Die of in de Sky Islandjes te vinden is. Of in de gewone surfaces. Dus ja, die heb ik gewoon in het vissenhuisje gepakt. Ik wil pas op het einde de comment van de dag gaan doen. Dus ik doe weer heel even mijn inventory kleren. En ik hoop gewoon die boomstick nog te vinden in de jungle. Want dan zijn we alweer klaar in de jungle. Dus ik zie jullie nog steeds in een seconde wanneer dat we weer terug in de jungle zijn, etcetera. Of waarschijnlijk wanneer dat we dit gaan equippen. Wanneer we dat gaan maken. Hartstikke leuk. Oké, nou. Als we dus hier gaan kijken en we pakken de Menacing Boots. Oké, die gaven nu 4% extra damage. Maar ja, helaas, we moeten ze nou gaan opofferen voor de Lightning Boots. Want dan kunnen we namelijk nog sneller rennen.
En hebben we alle hoeven en alles in één. Nou is het grappige dat wij ook nog eens een keertje de ice skates hebben. Want dan kun je namelijk de hele grote complete pakken. En dat is namelijk de Frostpark Boots. Die hebben flight, supersnelle redding. En dat je niet bang hoeft te zijn tot ijs breekt. Dus één van de beste die je dus kan krijgen. Alleen helaas geeft het geen buff. Nou ja, ondertussen heb ik hier ook nog onze treasure bags die we nog niet hebben geopend. Dus laten we eens even kijken wat we daaruit krijgen. De shirt, B-shirt. Wat leuk. Dat is gewoon een vanity item. En ja, de shoes die hadden we helaas al. We hebben ook de Zealous Beekeeper. Op het moment dat we daarmee gaan slaan, dan komen er ook weer bijtjes uit. Dus een small chance to cause confusion. Hartstikke leuk. Is deze iets beter? Want volgens mij hadden wij een hadden wij er eentje met Warden. Ja, dus die mag helaas weg. Dus deze is zeker heel erg handig. De B-gun. Volgens mij hebben we alle B-wapens, jongens. Heel veel grenades, daar ben ik heel blij mee. Die hadden we al eentje, dus deze twee die mogen weg. Die kunnen. Deze die mag bij ons vanity stuff wel hartstikke gezellig. Deze die mag dus weg eentje. Nou ja, eigenlijk alle twee. Deze twee die mogen weg. En deze die wil ik ook eigenlijk wegdoen. Deze mag ook verkocht worden. Dus dit bewaren we. En ja. Oké, goed. Even onze tinkerer. Tinky. Daar ben je. Reforge. Want ik wil eerst eventjes deze even reforgen. En dit is een duur grapje. 2 melee speed, 20 mana, movement speed nog een keer. Nou ja, we hebben onze platinum coin nog steeds, waardeloos. Ga mijn geld niet opvreten, hè. 3% damage extra. Wat doen we het voor? Nou ja, eigenlijk, het is final product, we hebben genoeg, laten we het nog een keer doen. 4 defense, kijk, hoppakee. Dat moeten we hebben, dus de Terraria goden die zijn heel erg vriendelijk vandaag. Even kijken, het B-soort, ja... 19 tegen 31. Ik denk dat ik dan deze toch wel... Hij heeft... Weet je wel, hij krijgt gewoon een speciale plek op onze muur. Tot weer ergens een weapon rack of zo kan maken. Maar goed. Eerst eventjes wil ik toch voor de zekerheid wat extra kogels hebben. Je weet nooit wanneer dat je extra kogels nodig zou hebben. Dus... Ik wil eventjes extra kogels. Niet... Ja, gewoon een hele stack. Gewoon één hele stack. Dat zat. Nou, de hype ones zijn helaas niks waard. Deze... Ja, we kunnen er verder niks mee. Dus... Net zo goed maar verkopen. Net zo makkelijk. Voor de rest zitten we hier eigenlijk best wel goed mee. Even deze pakken. Shirtje. Zo. En ja, we zouden nog voor een B-masker kunnen gaan. Tot we echt zo'n helmpie op hebben of zoiets. Maar ja, echt boeiend is je niet. Dus oké, nou eventjes nog kijken of we het zwaardje kunnen reforgen. Voor iets leuks. Het is niet zo duur. Murderous. Ah, dat kan beter. Legendary, kijk, dat bedoel ik. En de katana, ik zal hem heel even in de wapens gooien, zodat we die aan een weapon rack. Ik bedoel, hij is al echt fijn geweest, dus. En deze is ook vol automatisch. Oké, ik draai niet echt om. Oké, normaal gesproken draai je om. Kijk, als ik bij deze hem vast heb... Dan draait hij automatisch om. Maar met de Beekeeper blijft hij locked in place. Dat is wel één ding waar ik rekening mee moet houden. Dus jij mag deze dan daar neer hebben. Zo. En dan hebben we dus de kans om bijen ook nog eens een keer af te voeren. Dus wij staan wapensoortgeval. Daar gooi ik weer heel eventjes deze bij. Goed. De B-gun. Die mag de Space Gun gaan veranderen. Want ja, de Space Gun is niet echt heel erg handig meer. Aangezien dat we de Meteor Armor niet meer dragen. En deze dingen, ja, die gaan gewoon bij de ammo-bombs. En die andere, als ik het niet is, doe ik quick tag en dan is hij ook weg. Mooi. Goed. Back to the jungle en hopelijk dat ik daar een kistje vind. Jolteon, ik kies jou! Ah, eindelijk dat ik ook nog zoiets tegenkom. Deze bomen die we hier zien, hebben altijd een kistje in zich. En ja, dat zijn een beetje dezelfde itempools als die eigenlijk in een shrine zitten. Alleen deze hebben we helaas geen geluk bij. Ach ja, daarna zie ik alweer een shrine, dus het maakt niet zoveel uit. Gelijk verzuipen hier die jap. Dan lopen we gelijk al eventjes naar die shrine toe. Dat scheelt mij ook weer het een en het ander. Nou hoop ik dat hier wel de boomstick in zit, want ik heb ondertussen wel de jungle gezien. Vergeet niet, één zo'n aflevering is plus minus 2 uur opname? Nee, helaas. Damn. Ga weg jij bij. Goed. Ik heb zoveel stuff. Ik heb weer 2 volle inventories. Ik heb weer zoveel kistjes gevonden. Alleen helaas niet de boomstick. Dus ik denk dat we het heel eventjes nog zonder de boomstick moeten gaan doen. En later krijgen we toch wel een betere shotgun. Dat maakt niet echt zoveel uit. Goed.
Ik wil eventjes meer door en leren. Laat eventjes zien de highlights, de highpunten die we dus hebben gevonden. En dan gaan we naar de comment van de dag. Dus ja, geen dads. Daar sta ik van te kijken. Ik bedoel, de jungle, nogmaals, bezoor, is een must. Ik doe even mijn inventory kleren. Ik ben zo terug. Misschien is het handig om mijn health in de gaten te houden op het moment dat ik bezig ben met stuff. Ik schrok ervan dat water hier nog niet weg was in verband met de quest van de dag. En ik denk, hey, waarom zit hier nog water? En dacht, laat ik dit eens even fixen. En lette niet op mijn helft, doordat ik nou weer een pijnlijke dood heb gestorven die makkelijk vermeden kon worden. Even mijn geld pakken, ik ben zo terug. Kijk, zie, dit bedoelde ik. Waarom is hier nog steeds water terwijl dit de helveter is? Dit hoort gewoon weg te stromen. Wat een neus. Oké, voordat de taak weer helemaal misgaat. Ik ga gewoon naar de Wall of Awesome Comments en ik moet dat echt gaan fixen. In ieder geval, we hebben dus een bom statue, we hebben een slime statue, we hebben een chest statue. Porktron statue, nooit eerder gezien. We hebben verschillende accessoires voor elkaar gekregen. Ik moet jou nog steeds verkopen, jou, aan jou hebben we niks. Dus qua progress, we hebben echt zeker alles wel gedaan. En we kunnen nu ook de Great of Blast... de Blade of Blast. Blech. De Blade of Grass kunnen we nou dus ook maken. Dus die wil ik zeker wel eventjes meenemen door dit even te pakken. En volgens mij was dat bij de anvil. Kiekjes aan. Increase maximum. Oh ja, we kunnen de jungle set kun je nou ook een beetje maken. Maar volgens mij moet je daar heel erg veel jungle sport voor hebben. Dus 16 en die. En waarschijnlijk de broek kun je maken met fines of zo, weet ik veel. Maar goed, de Blade of Grass is een van de dingen die we zeker nodig hebben. Niet voor het vervangen van een zwaard of zo, maar het is een van de zwaarden die we nog moeten maken in de toekomst. Dus even kijken, ik had hier ergens... Dus waar was dat deze? Ja, wapensoort in ieder geval. Oké, nou, dus dat is een zwaard, dat is een zwaard. We hebben nog twee zwaarden nodig voordat we dus onze vier zwaarden dingen kunnen maken. Goed, dan gaan we nu over naar de comment van de dag. De comment van de dag, ik ga hem wel eventjes neerzetten, dus geef me een seconde. Dat wordt echt een gimmick, geef me een seconde, geef me een seconde, geef me een seconde. Oké, van aflevering nummer 7. De commentaar van die is gekozen door, de randomizer. En die komt van Mandoline Speed en die had geschreven. Leuk huisje voor de comments en ook het editwerk in verband met het uitgezoomde beeld was erg goed. Dankjewel, aan aflevering 7 hadden we daar op Cthulhu en ik drukte per ongeluk op een verkeerde knopje waardoor we een uitgezoomd beeld hadden. En daardoor kon ik toch een redelijk ingezoomd via edit magie, weet ik het allemaal nog meer. Maar goed, in ieder geval enorm bedankt voor je reactie en ja... Daarbij ben ik toch bang dat ik deze aflevering moet gaan afsluiten. Dus heb je een leuk momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter natuurlijk als je daar de tijd voor hebt. Misschien komt jouw reactie ook wel in dit Awesome House of Comment. In de volgende aflevering ben ik van plan om de Skybridge uit te breiden. De andere kant op. In verband met een Skybridge is heel erg handig voor de toekomst. En dat is een van de dingen die je zeker zo snel mogelijk wil maken. En met dat gedaan te hebben misschien dat we ook wel richting... Duke, nee, niet... Waarom noem ik hem elke keer Duke? Het is Fish. Het is niet Fish. Het is niet Duke Fishtron, het is Skeletron. Ik weet het eigenlijk allebei wel om, maar het is Skeletron. Maakt niet uit. Misschien. Ik beloof niks. Dus bij de volgende aflevering gaan we dat eventueel doen. Ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende video. Tot dan. Doei!